Deze uitzending wordt u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen. Leuk dat u kijkt naar deze speciale kerstuitzending van Excelsior 31 TV met vandaag de laatste wedstrijd voor de winterstop. Excelsior 31 neemt het op tegen AZSV 2 in de districtsbeker. Excelsior 31 start met de volgende 11 spelers. Op goal staat Mark Nieuwenhuis. De verdediging bestaat uit Dylan Voskuller, Juriaan Seppewolde, Patrick Jurgens en Mark Breukink. De middenvelders zijn Danny Schoenmaker, Manuel Issa en Joran Pot. En de aanvallers zijn Hakim Esafzafi, Nick Davina en Grades Hempenius. Wij wensen nu veel kijkplezier bij de samenvatting van Excelsior 31 tegen AZSV 2. Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Gerald Janssen BV, schilders- en onderhoudsgroep voor al uw glas, behang en schilderwerken. En autobedrijf Otto Voortman, Daltonstraat 18 in Rijssen. Huur nu zeer voordelig voor een dag, korte of langere periode, een auto of bus bij Otto Voortman.
Ik wil eigenlijk 1-1 en daarom zullen er strafschoppen genomen worden. Ik heb geprobeerd op de eindstand van het duel in Harkema tussen Harkemaanse Boys en Flevo Boys. Dat duel is eigenlijk helemaal liefst gezien. Deze wedstrijd werd u aangeboden door Gerald Jansen BV, Schilders en Onderhoudsgroep voor al uw glas, behang en schilderwerken. En autobedrijf Otto Voortman, Daltonstraat 18 in Rijssen. Huur nu zeer voordelig voor een dag, korte of langere periode, een auto of bus bij Otto Voortman. Excelsior 31 wint na penalties en wij spraken na de wedstrijd met Rob Snijders en keeper Mark Nieuwenhuis. Voor de tweede helft, 10 minuten, zijn we gewoon beter en moeten we eigenlijk gewoon scoren. Maar ja, dat doen we dan niet. Maken we onszelf moeilijk. Nou, de tweede helft zijn we gewoon heer en meester. Ja, en dan gewoon in de 80ste of 82ste minuut was het. Dan stappen de verdedigers uit. Ja, en toen gaat hij door mijn benen heen. Ja, doen we niet zoveel aan. Nou ja, het is natuurlijk een dramatische wedstrijd eigenlijk. We hadden al weken voorspeld dat het heel moeilijk zou zijn. En vooral nadat we twee wedstrijden van vorige week zaterdag en dinsdag, was dat natuurlijk wel voorspeld. Maar het liep wel heel vervelend, vond ik. We hebben te weinig toch gebracht. Eigenlijk hadden we direct veel gas moeten geven, hebben we niet gedaan. Ja, dan bleef hij de hele tijd hobbelen en hobbelen, die wedstrijd. Dan maak je 1-0, dan denk je, nou, het is nu dus klaar. Nou ja, goed, en dat gebeurt uiteindelijk dan toch niet. En dus, dat is wel heel vervelend. Nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel weer prettig voor de keeper, die zich toch wel even in de kijker speelt. Nou, dat is dan leuk. Maar inpakken, wegwezen. Dan wordt het penalties. Hoe lekker is het om dan toch die laatste, die vijfde van AZSV te pakken? Ja, dat is gewoon het beste. Het is gewoon een goed gevoel. Het is gewoon de laatste pakt. Twee keer zakken dichtbij. En twee keer zakken dichtbij. Ik heb met keeperstrainer overlegd. Nou, want we hebben afspraakje met hem. En deed hij dit gebaar. En ja, en dan weet ik genoeg. En dan weet ik wel hoe ik moet pakken. Nou ja, je merkt het wel aan iedereen. Het was echt op, de pijp is leeg, maar goed dat het winterstop is. Ik ben tevreden hoe dit jaar is gegaan. Ik ben vervroegd overgegaan naar het eerste, daar ben ik trots op mezelf. En ja, ik ben nog maar 17 jaar, dus ik denk dat niet veel mensen mogen zeggen dat ze het eerste mee mogen doen op z'n 17e dus. Tot zover deze kerstuitzending van Excelsior 31 TV. Donderdag zijn we bij u terug met een nieuw weekjournaal. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot ziens. Deze uitzending werd u aangeboden door Regge Fiber en Shubi Reizen.